Nee, maar dat doet u misschien wel, want u bent natuurlijk bang dat we moorden en aanslagen krijgen, gewoon. Midden op straat. Maar ja, dat gebeurt in Nederland toch al, hè. Afgelopen jaren in Amsterdam, liquidaties. Holleder en net zijn proces gehad wegens afpersing, maar er is al aangekondigd dat er een nieuw proces komt wegens zijn betrokkenheid bij liquidaties. En dat liep een ver van ons bedshow, maar ook in Zeeland komt het regelmatig voor. Dat er mensen gewoon op brute wijze worden vermoord. En ook in Terneuzen. Ik herinner me nog goed, dan praat je over een poos terug, dan stond er hier ergens op de muren Terneuzen moordstad. De ene moord na de andere. Met als climax de moord hier in de Dijkstraat op een prostituee. Nooit opgelost. Nou, Peter R. de Vries, eat your heart out. Ik weet wie het heeft gedaan. En dat is bijzonder natuurlijk, hè. En ik dacht, daar moet ik iets bijzonders van maken. Dus als ik met die onthulling kom van de dader op die hoer in de Dijkstraat, dan moet ik dat doen in een lied. In een poosje in de Dijkstraat gewoond. En dan kom je nog wel eens wat te weten. Op mijn oor. Ik kan niet slapen van het leven dat ik hoor. Geroezemoes, gelach, het lawaai van een café. Een café in de buurt. Kom van mijn beneden om 4:10. Plotseling een hil. Om 4:10 wordt het eindelijk stil. Toen ik het dus kocht, zei de makelaar, er zien verborgen breken, maar die zien niet te verklaren. Ik weet dat een buurman zei, het is zwarte magie, tovenarij, het is orgel. Het is orgel, maar ik zit er daarom mee. Ooit op een nacht ben ik de trap afgegaan om door het sleutelgat te zien. Wat is dat toch aan de hand? Ik zag dat mijn aanrecht was veranderd in een toog. Drie ouderwetse vitrage en alle lichten waren rood. Een jonge pastoor zag ik nog net naar buiten gaan. Aan mijn tafel zat een matroos, de bakker en een indiaan. En op een sofa zat een Vlaamse boer, mee op zijn hoofd een klakker en op zijn schoot een hoer. Althans, ik kreeg toch echt dat idee, jij douwt de held in de kous en in de negligé. Dat is arg. Dat is toch arg. En ik zit er daarom mee. Op een kermis in september zat een zigeuner in. Ik liep voorbij de caravan en ze riep me bij me binnen. Zonder mijn hand te lezen, zonder mijn glazen bol te zien. Ze zegt, die woont hier in Terneuzen, in de Dijkstraat nummer 10. Daar stond ooit de stille matras, een bordeel dat tot achter Brussel beroemd en berucht was.
Totdat een van die joden dood werd gevonden, maar de moordenaar wist te ontkomen. Iedere nacht weer is de reconstructie, maar het vinden van de dader, het lukt ze niet. Maar ze sprak. Oh, ik weet wie het echt gedaan. Het was de vrouw van de bakker, die kon het niet aan. En zo op een nacht, om 4:10, in een bui van wraak en jaloezie, het de vrouw van de bakker die Noor vermoord. Want die verdiende meer met een snee. Dan zie mee een heel brood. Dames en heren, uit België, dokter Willem Verbuijst. Hij woont al jaren in de Todenstraat, hoor. Niet verwacht, hè? Nee, maar ik weet wel dat een hoop mensen het jammer vinden, vooral mannen, dat ze er niet meer zien, hè? Interneuzen. Die moeten tegenwoordig. Ja, waar zit het nog op de grens? Bij Capellebrug. Heb ik u dan laatst niet gezien? Ja, zie je het wel? Maar we hebben er wel iets anders prachtigs voor teruggekregen. De koffieshop, hè? En dat trekt ook toeristen. Het grote verwijt daarvan is weer, ja, ze rieën als gekken, die Fransen. En ik moest zeggen, ik merk het zelf af en toe te hoeken. Overles doe ik weer. Je werk ingehaald door de Franse motor, rier op de motor, dat zie je al niet zoveel. Nou, jongens. Met 200 denk ik schuurde het niet meer voorbij. Maar even later zat hij tegen een boom, hè. Zijn joint te roken. Nee. Ach, ik heb er op zich niet zoveel moeite mee. Ik heb wel snel zoiets van, ach, we verdienen er toch geld aan. Er zijn een hoop personeel, die coffeeshops, daar wordt belasting voor betaald. Uiteindelijk zien we er op een manier toch ook goed mee. Maar ja, blijkbaar hebben we daar, denk ik, toch in Zeeland wel eens een beetje moeite mee, hè, met dat toerisme. In het voorjaar, ik heb het niet terug kunnen vinden, zat een bijlage over werken in de toeristische sector in Zeeland. En daarin vertelde een meisje dat ze weer zo tegen het seizoen opzag, omdat ze dan weer Duits moest gaan praten. Ik heb zoiets van, joh, wat geef je daarom? Je verdient er toch je brood mee. Maar ik heb het zelf ook gezien. Hè. Ik zal de vissersplaats niet noemen. Maar ik stond eens achter een Duitse mevrouw die een portie mosselen wilde bestellen. En die vraagt aan de dame achter die toko, hè, een portie mosselen bieden. Waarop dat meisje daarachter zegt, moet je er een beetje knoflooksaus op, hè? Die Duitse mevrouw, die zegt nog, Entschuldigung, ik versteh dich niet, bitte. Of daar er een beetje knoflooksaus op moet, hè? Die Duitse mevrouw, die staat zo, ah, dan krieg je het. Nou, die Duitse vrouw, die wordt toch kwaad, krieg, immer wieder, die krieg. Nee. Echt waar, echt meegemaakt. Ik zal de plaats opnieuw niet noemen. Op een terras. Mensen zitten te eten, roepen ober. Peper en zout alsjeblieft. Zit erop! Nee. En nou goed, ik durf, omdat ik er zelf vandaan kom, durf ik een voorbeeld te noemen van de Terneuzense horeca. Het zien niet al Franse drugstoeristen die komen, daar komen soms zelfs Franse gezinnen. En op een terras zit een Frans gezin, twee kinders, bestellen, ik geloof, een paar chocomel en een paar tosties. En uiteindelijk is het 15 euro. En dat zei de eigenaar van de zaak ook. 15 euro, die Fransen zeggen, combien? Ik denk, ik zal het helpen. Dus ik zeg, 15.
Wat roept die kerzimani?